Hoi, daar ben ik weer. Ik ben Nina, als jullie dat nog niet wisten. Ik sta nu door de tuin omdat het echt super lekker weer is. En het is natuurlijk, iedereen moet thuis blijven, er is geen school meer. Maar dan vervul je je natuurlijk hartstikke erg. Dus wat ik vandaag voor jullie ga doen, is ik ga 5 dingen om te doen. Als je in quarantaine zit, thuis, alleen met broers, zussen, weet ik veel. In ieder geval, je zit in quarantaine. Dus ik ga jullie daarheen helpen met deze 5 tips. Waar ik denk dat je er best wel veel aan hebt. Wat je dan kan doen als je dat nog niet hebt gedaan. En is ook voor herhaling vatbaar. Dus, let's go! Oké, het eerste ding is, ga lekker naar buiten. Doe iets buiten. Ik weet niet of je een hond hebt. Ga lekker met je hond wandelen. Zorg dat je met niemand in contact komt. Want je zit misschien wel thuis in quarantaine. Maar dat betekent niet dat je niet naar buiten kan. Zoals vandaag, kijk eens. Het zonnetje schijnt. Ik weet niet of jullie de zon zien. Maar het zonnetje schijnt heel lekker. Dus je kan heerlijk buiten spelen. Je kan lekker voetballen. Of je kan, weet ik veel, trampoline springen. Voor zin iets leuks in de tuin. TikToks maken natuurlijk. Ik heb ook wel TikToks gemaakt. Ga gewoon lekker naar buiten. Doe gewoon lekker dingen buiten. Ga met je hond spelen. Ik ga denk ik ook zo even mijn hondje binnenhalen. Gaan we lekker buiten in de tuin spelen. En gewoon, ga naar buiten, weet je. Je zit misschien wel, je moet thuis blijven, maar go into your garden. Just live your buiten life. Zonder dat je met iemand in contact komt, weet je. Dat kan. Dus doe het gewoon. Ga gewoon naar buiten. Kijk, we gaan hier ook een tuinhuisje bouwen. Dus daar ben ik gisteren al de hele dag mee bezig geweest om het zand erin te scheppen. Een beetje glad te maken. Het is echt, oh, hommel. Zien jullie dat DB's vliegen? Oké, het is zo lekker weer dat ik even ben gaan liggen in de tuin. Ik lig nu in zo'n stoel die van mijn oma's camping afkomt. De zon schijnt nu echt fel in mijn gezicht. Maar ik vind het echt wel heel lekker, want het is gewoon van zomerweer bijna. Dus ik ga hier nog de komende tijd even lekker liggen. En dan ga ik zo weer meer voor jullie vloggen wat je nog meer kan doen. En dat is dan nummer 2. Dus dat ga ik zo voor jullie vloggen. Yo, wat up mensen van YouTube. Casper, we gaan badmintonnen. Wat waren er dat was zo weer? Gewoon slaan dan is het niet zo. Ja, maar ik heb een bril op. Ja, dat is een verspiegel. 1-0. En bordspel spelen. Ik ga samen met Casper een bordspel spelen. En ik ben de boodschappen aan het doen. Ik ga online bestellen. Maar we gaan Monopoly Vals spelen. Oké. Okay. Dus ga House Party downloaden. En ga met je vrienden facetimen. Wij zijn nu House Party aan het spelen. Ik kan alle leuke spelletjes doen. Guys, zeg even hallo tegen Lara's vlog. Hoi. Hallo. House Party, een aanrader. Doe de deur dicht. Je kan dus House Party downloaden. Het is zo fijn. En je kan gewoon met je vrienden facetimen. Je kan zoveel mensen toevoegen als je wil. Er zou vast een limiet zijn. Maar ik denk, weet je, zoveel vrienden heb je niet. Natuurlijk moet je altijd een film kijken als je een beetje goede wifi hebt. Je kan samen workouts doen. Je kan dansjes maken. Je kan dansjes van YouTube halen. Makkelijke dansjes, moeilijke dansjes. Muziek luisteren. Je kan van allerlei dingen doen via FaceTime. Dus hierover zou ik even een logo te doen. Zo ziet het eruit. Zo'n dik aanrader. Netflix. Iedereen heeft vast Netflix. Anders YouTube, Videoland, Disney Plus. Maakt niet uit. Je kan vast overal een lijst maken van filmpjes, films, series die je wil kijken. Ik heb hier Netflix ook geopend. En dan klik je bijvoorbeeld hier staat Nerf, ik weet niet of je dat kent van TikTok. Sam & Cat, bijvoorbeeld. Dan heb je bij Netflix, heb je bij Sam & Cat, heb je hier zo'n plusje. En als je daarop klikt, dan zit het in je lijst. Zet dingen in je lijst, dat als je op de bank zit, dat je gewoon zo door je lijst komt. Dan denk ik, oh, hier heb ik nu zin in. Dus zoals je ziet, ik heb ook wat dingetjes in mijn lijst. Wat ik ga kijken, ik ben nu dit aan het kijken. Dat is Love is Blind. Dat gaat over dat je in een cabine zit en zo. Het is echt zo'n over de dramaserie. Er zitten dus mensen in capsules. Eén aan de andere kant, één aan de andere kant. Ze zien elkaar niet. Het is een man en een vrouw of een man en een man. Het ligt ze aan waar je opvalt.
En dan ga je gewoon met elkaar daten zonder dat je elkaar ziet. Dus dan ga je echt naar het innerlijke toe. En dan uiteindelijk na iets van een week of zo gaan een doek omhoog en dan zie je elkaar. En dan trouwen, proces, samenwonen, bla bla bla. Drama, drama. Dat vind ik heel leuk. Verdeel. Ik ben er echt nog steeds verslaafd aan gewoon. Pretty Little Liars. Maar ja, dat ligt er natuurlijk aan of je het leuk vindt of niet. No Good Nick. Dat ziet er zo uit. Dat vond ik zo leuk. Dat, heb ik ook, dat kijk ik heel snel uit, allemaal dat soort dingetjes. Glueless. Dat is... ja, ik heb hem volgens mij niet in mijn lijst staan. Maar die film vind ik zo leuk. Het gaat over een meisje die vroeger op high school heel populair. Een soort van Mean Girls, dat zou ook leuk. En Team Kaylee. I like that. Ik ben stiekem ook kerstfilms aan het kijken. Hier zou ik even het lijstje op een rijtje zetten. Oké, we zijn nu lekker in het bos. Ik ga met Loodje wandelen. Kasper is gaan fietsen op zijn fiets. Die gaat even over de bergen. Mountainbiken en bergen. Over een heuvel is daar. Gaat hij gewoon affietsen, erop fietsen, weet ik wel allemaal. Dus ik ga even met Loodje mee. Ik hoop niet dat er veel mensen zijn. Because we don't want corona. So. Oké. Ja, dat gaan we nu doen. En vanavond ga ik in het bubbelbad. Dus zou ik ook even lekker een stukje filmen. En morgen ga ik mijn kamer opruimen. Loodje, die is lekker aan poepen. Alweer, elke keer poep ze in een vlog. Enjoy it. Kasper ging daar, zeg maar, daar zo, achter waar ook mijn fiets staat, ging hij ergens een bos in. Echt al 5 minuten geleden of zo. Dus ik weet niet waar hij heen is, want dit is niet echt zo groot. Maar hij zou vast zo ergens op poepen. Waar de hel is hij? Lola is nog even lekker aan poepen. En ik ga hier de heuvel oplopen. En dan mijn fiets staat daar, zeg maar. Bij dat dit grijze ding is mijn fiets. En Kasper ging daar achter de bos in. Want daar zijn ook allemaal heuvels. Oh, maar Kasper denkt dan dat mijn fiets daar staat. En dan is van, waar is Nina? En dan zeg ik, ik ben hier bovenop de heuvel, joepie. But look how pretty. Nee, kom jij eens naar beneden fietsen? Dat is af en aan. Doet ze ook. Wow. Oeh, mijn god. Te jab. Zwaai arm. Woe. 1, 2, 3 en 4. Ruim je telefoon op. Het klinkt misschien heel raar, maar mijn telefoon zit nu echt bomvol. En je hebt vast foto's van een groepsapp waarvan je denkt, wat doen deze foto's hier? Dus ik heb er nu 164 en ik had er iets van, ik had er 1800 bij WhatsApp. Hier zo had ik er 1800. En nu is deze dus ook van 75.000 naar 5700 naar 5800 gegaan. Ruim je kamer op, maak het schoon, haal troep weg, ruim het op, dus doe het. Gewoon tot de puntjes, tot de hoekjes. Je hebt 3 weken tijd dus. Ik heb het al gedaan 2 dagen geleden, maar zoals je ziet, ik ben slecht in het ook daadwerkelijk schoonhalen. Dus ik ga jullie wat tips geven en laten zien hoe ik mijn kamer schoonmaak. Eerste tip is, begin ergens. Ga niet denken, ik ruim de hele kamer op, maar denk in delen. Dus ik ruim bijvoorbeeld nu eerst mijn bureau op en zet nu wat muziek aan. Dus ik ga even wat muziek aanzetten en dan begin ik met dit op te ruimen, schoon te maken. Ik heb ook dertig hoekjes. Daar kan je de hele ook mee schoonmaken. Dus. Ik ga eerst wat muziek aanzetten en dan ga ik beginnen met opruimen.
Oké, zoals je ziet heb ik dus even mijn bureau opgeruimd. Ik heb er toch nog best lang over gedaan. Ik heb heel veel hangjerliesjes gevonden. Heel veel elastiekjes. Maar ik had mijn bureau een keer eerder opgeruimd. Maar verder was ik niet gekomen dan mijn bureau. Dus ik ga nu nog steeds verder in deze hoek. Maar zoals je ziet is mijn nachtkastje heel erg rommelig. En ja, de grond. Er liggen wat kussens. En daar in die hoek ligt echt gewoon van alles. En deze kast. En die twee kleine kastjes. Maar ik ga eerst even die twee kleine kastjes doen. En dan ga ik de grond en dan de grote kast. Kaartjes weer gevonden door zo'n kletspot, maar die waren heel lang kwijt. Maar er is dus een lijn. Is dit allemaal? Oké. Dit is echt een la waar ik echt gewoon, weet ik veel, zo lang niet in heb gezeten. Maar ik heb hier allemaal tijdschriften die verknipt zijn. Ik denk dat ik daar. Oh ja, dat ik ooit zo'n moodboard van Jul had ik moodboard gemaakt. Wat? Trouwens ook heel erg goed te doen. Ik ga zo even het voorbeeld schrijven. Glitter. Oh, ik heb paarse glitter. Maar kijk. Er is dus een beetje lijn hier gevallen. Maar het is echt een heel klein beetje. Maar het is net gebeurd. Nou, niet net, maar een dag geleden of zo. Het is nog vloeibaar. Maar dit zijn kaartjes waar vast ook iets op staat. Maar deze gooi ik weg. Want ik heb er niks meer aan, dus ik heb die andere kaartje gevonden. Zo ja. Dat zou ik even verder. Like! Subscribe! Alweer! Klik op notificatiebelletje. Dankjewel, Nina, voor de superleuke vlog. Tot snel. Stay safe. Stay inside. Stay inside with your cat.